Welkom dames en heren bij deze uitzending van LOS Sport. En LOS Sport, dat staat nog altijd voor sport uit onze eigen gemeente. Nattenhoven tot en met Katshop. Voetballen beginnen. Amateurvoetbal, de ster. Ja, de ster ging bij het door malheur geplaagde Centrum Boys op visite. De Sittardenaren die krijgen met pijn en moeite nog een team bij elkaar. En willen eigenlijk zo snel als mogelijk naar een lagere klasse verhuizen. Veel tegenstand hoef je dan ook niet te verwachten, een leuke pot voetbal al helemaal niet. Dus is ons verhaal zeer kort. Rust 0-2, slot 1-3, punten pakken, wegwezen. Gaan we maar gewoon naar de stand kijken. Limburgia liet punten liggen bij het thuis zeer sterk spelende Genoot. Het werd daar 3-3. En Veritas profiteerde optimaal door bij Cesar te winnen met 0-3. Bij Sittard te winnen moet ik natuurlijk zeggen, want Cesar, dat ging ten onder bij het wisselvallige IJsde met 4-0. Ja, moet je daar de conclusie uit halen. Veritas haalt donderdag een wedstrijd in tegen het sterke Sportclub 25. En bij winst doet Veritas weer helemaal mee. De ranglijst wordt langzaamaan duidelijker. Het is en het blijft bloedstollend spannend. De ster heeft het meest gespeeld, dus die zijn donderdag niet van de partij. Zondag wel natuurlijk, en dan een pittige uit tegen koploper Limburgia. We zijn benieuwd hoe de Stijndenaren het er vanaf gaan brengen. En dan Haslo, die zorgen voor de positieve noot, want zondag ging men naar middenmotor RK ASV uit Ambi. En Haslo doet ineens weer heel flink mee om de prijzen en wist ook deze partij met duidelijke cijfers naar zich toe te trekken. Ruststand 0-1, maar het slot was wel 0-3. De vierde overwinning op rij en daarmee dan ook leider in de derde periode. SVME en als verrassing Polaris, die wonnen de eerste en de tweede periode. Medekandidaten SVME en Hulsberg, die maakten zondag helaas voor Haslo ook geen fout. En zo blijft de kop ongewijzigd. Donderdag niets in te halen, zondag thuis tegen laagvlieger Bunde. Hulsberg speelt tegen Polaris. Dat lijkt dit weekend de meest boeiende partij. Heel belangrijk die uitslag voor Haslo natuurlijk. Urmondia. Donderdag had Urmondia nog een wedstrijd in te halen. En zoals velen trouwens, want de standaardlijst is in de meeste klassen een ware puzzeltocht. Maar goed, langzaamaan komt er toch wel wat duidelijkheid. Urmondia ging naar het hooggeklasseerde KCC en ging kansloos ten onder. Rust 3-0, slot 4-0. En leed zodoende zijn zesde nederlaag van deze competitie. Zondag werd ook bij Doenrade verloren. En zo zakt Urmondia ver weg op de lijst. Vierde van onder is nou niet de positie waar we Urmondia verwacht hadden. Komende week dan, donderdag thuis tegen het matige Haanrade. Dat trouwens afgelopen weekend koploper Eikenderveld heel goed weerstand bood. En dan zondag weer thuis, Jaarbeek komt op visite. Twee partijen met mogelijkheden voor punten. Maar dan moet er wel echt beter gevoetbald worden. Nu is er te zeer sprake van negativiteit op en naast het veld. Avancia ging op de inhaal donderdag naar Doenrade, kwam terug met 1 punt op de bagagedrager. Het werd uiteindelijk 1-1. Voor de stand op de ranglijst verandert dat voor Avancia niets, maar geen mens die daar nog naar kijkt in Meers. Zondag uit naar middenmotor NEC 92, rust verrassend 0-1 voor. Ja, dat was fijn, maar in de tweede helft deed NEC wat het moest doen, scoorde 3 keer en Avancia was gezien. Komende week, donderdag niks, zondag thuis tegen RKSVB. IVS, het menu vertelde ons IVS Steven Sweert op donderdag en IVS Lekker Boys op zondag. Nou, die eerste partij wisten de groen-witte ruim binnen te halen. Met rust leek het daar nog niet zo op, gezien de ruststand van 1-0. Maar in de tweede helft liep IVS uit naar een ruime 5-0 zege. Ook de Lekker Boys werden aan de zegekar geregen. Rust 2-0, slot 3-0, dus prima resultaat.
Zoals te verwachten trouwens is Zwentibold gedemareerd op de ranglijst. De concurrent voor IVS met betrekking plaats 2 die maakte geen misstap en zo blijft IVS dus vierde staan. Ja, dat kan men deze week wel wat aan veranderen, want donderdag speelt men thuis tegen Conventus en zondag weer thuis en dan tegen Boekel. Tegenstanders waar tegen IVS absoluut punten zou moeten kunnen pakken. Met al die thuiswedstrijden draait de kantine overuren, maar dat vinden ze in Berg aan de Maas helemaal geen probleem. Samengevat voor de donderdag, Urmondia tegen Haanrade en IVS tegen Conventus. En op zondag, dan gaat de ster uit naar Limburgia en de anderen die zijn thuis, Haslo Bunde, Urmondia Jaarbeek, Avantia RKSVB en IVS Boekel. Dus met andere woorden, keuze genoeg in ons Maasdorp. Brengt ons bij het damesvoetbal, dan zetten we IVS natuurlijk bovenaan, want, of altijd vooraan, want die staan bovenaan. 15 april, uit naar Kerkrade West, de nummer 10 op de lijst en de IVS-meiden pakten, zoals dat de koploper betaamt, alle punten mee naar huis. Het werd 0-3. Komend weekend op zondag naar DBSV. Gezien de ranglijst lijken die ook wel te pakken. De ster ging naar Sittard, leed daar puntverlies. Verder dan 3-3 kwam er niet. De sterdames, gecombineerd met Avantia, hebben zondag vrij. En Haslo speelt zondag uit tegen koploper GKC. Andere sport, handbal. De competitie zit er alweer op. Resten voor de heren nog de halve bekerfinale tegen Bevo 3... Een bij voorbaat bijna onbegonnen opgave voor de heren, want Bevo is hoofdklasser, werd tweede in deze competitie en ESC is slechts tweede klasser. Daarnaast is Bevo wel heel wat meer ingespeeld. Zij speelden in hun competitie 10 wedstrijden meer samen dan ESC in haar hele kaboutercompetitie deed. De einduitslag van 18-31 in het voordeel van Bevo hoeft dan ook niemand te verbazen. Vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei noteren we trouwens alvast de volgende uitgave van de Summer Masters. Intussen alweer de 11e editie. Handbal, voetbal, beachplezier met op vrijdag het familietoernooi. Op zaterdag de jeugd DENF en op zondag de A, B en C jeugd met het heren senioren toernooi. En waar? Ja, Sportpark Het Hetje natuurlijk. Volleybal. De ADC-heren die gingen zaterdag naar Viervat in Maastricht. Een ploeg die nog puntjes nodig had voor handhaving. Nou, die puntjes hebben ze dan ook gekregen. Het werd uiteindelijk 3-1 in het voordeel van de Maastrichtenaren. De eerste set pakte ADC nog met duidelijke cijfers, zoals dat ook behoort trouwens, 17-25. Maar wat er daarna volgde? We maken er gewoon geen woorden aan vuil. 25-23, 25-22 en 25-16. Zaterdag speelden de meiden thuis tegen Landgraaf en dat werd een lekker volleybalpotje. Eerste set verloren, nog ruim ook 18-25. Maar goed terugknokkend in de tweede set, 25-15. Dus ook duidelijke cijfers. Dan was weer Landgraaf aan de beurt.
En die wonnen de derde set nipt 24-26. ADC komt weer terug op 2-2 via een ruime vierde set winst, 25-17. Dus de vijfde set bepaalt de winnaar en dat werd ADC met een ruime 15-8 winst. Zaterdag alweer de laatste competitieronde. De heren thuis tegen het sterke PSV en de dames gaan naar Citardia. En dat zijn altijd wedstrijden op het scherpst van de snede. En daar komt dan ook bij dat ADC de handhaving al heeft bereikt, maar dat geldt nog niet voor Citardia. Tafeltennis. Elslo 1 won bij Megaclass met 4-6 en moet zaterdag wel winnen van Sittard, dat derde staat. Elslo 2 verloor dik van koploper Maastricht 3 met 9-1, maar ziet zijn derde plek niet in gevaar komen. Zaterdag afsluitend thuis tegen Landgraaf 4, de huidige nummer 2. Ja, tot zover deze uitzending van LOS Sport. Het 88ste onderdeel was dat alweer. Geef u nieuws als u nog nieuws heeft door op info@omroepstijn. En daar bent u of uw vereniging er volgende keer ook bij. Graag tot de volgende uitzending van LOS Sport. Een programma van uw eigen Omroepstijn. Bye bye.